Als het maar groot genoeg is. Als het maar groot genoeg is. Goed. Oké, Schouw Geli en Diane Elzas, als u zover bent, kunt u beginnen. Ja, kunt me horen, ja? Ja, als we horen kun je zien. Goed, prima. Oké. Ik wil het hebben over Brochus, hoofdzakelijk meneer Zoners. De Gemara in Bovenkamer zegt dat iemand die een chassid wil zijn, maande jadele mahade chassida, als iemand een chassid wil zijn, wil zeggen dat hij zaken lifnim mishur azadin extra goed wil doen, kayem mile de Brochus, dan moet hij mekayem zijn, iets doen wat te maken heeft met Brochus. Er zijn verschillende perushim over, maar de Orgasholchan zegt, normaal ter zeggen wij, dat als je niet zeker weet welke broche je moet zeggen, of als er een sofik broche is, als je twijfelt of je wel of niet een broche moet zeggen, dan zeg je geen broche. De Orgasholchan, ja, waar het om gaat hier is, dat men moet hilges broches leren, dan word je een chassid in broches, dan weet je goed wat de broches zijn. En dan heb je niet de problemen om een sofik broches een twijfel over broches te hebben. En dan niet te weten welke broches te zeggen. Dus dat is een beetje het doel van de shir van vandaag. Over de volgende dingen zal ik proberen te hebben. Over wat mezeunisbrood heet. Dus dat wil zeggen dus dat brood wat speciaal gemaakt is, zodat je er alleen maar mezeunis over hoeft te zeggen en niet hamoitsi. Het eten bij kiddushim of recepties, wat vaak behoorlijk wat eten is, en de vraag is of daar een probleem mee is. Ik heb het niet over gezondheid, dat kunt u aan de dokters vragen, maar ik heb het over de halachische problemen. Het eten van pizza, de brogen daarvan, appelstroedel, en kijken of we het ook nog kunnen hebben over bisli en donuts. Ja, donuts, dus soufganiot, volgens het woordenboek waar ik in keek, daar staat dat het zoals oliebollen zijn, maar volgens mij is er een groot verschil tussen oliebollen en donuts. Oké. We beginnen met de Shulchan Aruch in Orgaim Simenkuf Samenges, Sif Zayin. En daar staat het volgende. Pas haba'o bekisni. Brood wat gemaakt wordt met zakjes. Dat wil zeggen, het is niet normaal brood. We zullen zo meteen zien wat het is. Het is in feite wat wij cake zouden noemen. Wat wij koek zouden noemen. Wat niet brood is. Maar de Shulchan Aruch noemt dat brood. We zullen zo meteen zien waarom. En dat heet pas haba'o bekisni. En dat is een term waar we het de hele tijd over zullen hebben. Jeesh mevorshim. Sommigen zeggen dat het is pas she'osui kemin kisim, dat het gewoon brood is. Dat wil zeggen dus dat de deeg is gewoon gemaakt met water en meel. Daar zit verder niks anders in. Maar het heeft zakjes, het heeft gaten. Shememalim isom de was. En daarin doe je honing, suiker, suiker, egoïzim, beschedim, nootjes of amandels, et cetera. Dat is de eerste sheetje wat pas habobe kisnin is, wat wij cake zouden noemen. Dus een soort van bijvoorbeeld yeastcake of wat dan ook, waar het deeg vaak niks meer is dan water en meel. Dat wordt gevuld met wat anders. Dat is de eerste sheetje van de Shulchan Aruch. De tweede sheetje, Vejesh Emrim, Shihi Iso, She'irif Bo de Was. Het is een deeg en in het deeg wordt gemengd was, honing, shemen, olie, cholof, melk, midei tavlin, andere specerijen, wil offo en daarna werd gebakken. Dus de eerste sheetje was dat het deeg gewoon een normaal deeg is, maar je hebt er een vulling in gedaan. De tweede sheetje is dat er hoeft geen vulling in te zijn, maar het deeg heeft, behalve de normale ingrediënten, heeft het ook er wat extra's in. Melk, honing, olie. Daarna heeft hij het gebakken. Hoe shietam ta'ruves ha'meperes
Het moet wel zijn dat je de smaak van die vruchtensap, heeft hij het nu over, of honing of wat dan ook, dat je dat kan smaken. Dat het merkbaar is in dat het te smaken is in het deeg. Dat is de schiete van de Mechaber van Shugnoog. De Roman zegt, is daar meer macht meer. De Roman zegt, Yesh Emrim, Sheze Nikra Pas Gomor. Dat is normaal brood. Als je het alleen maar hebt met een deeg en meel, en je doet er een beetje van iets anders in, een vruchtensap of een beetje olie, dat is niet genoeg, zegt de Roman. Maar de Roman zegt, het moet zijn. En dan ken je bij hem harbet tavelin het was, veel specerijen of veel honing. Kemine mesieke, zoals koek, cake, je kunt hem lekker. Lekker is, zou je inderdaad gewoon koek kunnen noemen. Shekemat hadwash wa tavlim hemo ikker. De honing en de specerijen zijn het belangrijkste deel. Ja. En dus hier hebben we het over de tweede sheete. Het gaat over hoe het deeg gemaakt wordt. En de Roman zegt, er moet behoorlijk wat andere spullen in zitten, zodat het inderdaad pas habobekisnin is, dat het cake is, en dat het geen brood is. Over hoeveel erin moet zitten, zegt de Mishne Brura, hij zegt eerst dat je de specerijen of de olie of de vruchtensap, dat dat meer moet smaken dan het meel. En dat is erg onduidelijk wat dat betekent, want het meel heeft een bepaalde smaak, of het heeft een smaak omdat er meel in zit. Maar daarna zegt hij, geen bedwas, we shemen, we golof, met honing, olie of melk, bij iemand moet het zijn, she harif mehem, dat de meerderheid is maïm. En de minderheid moet, en het mindere deel moet water zijn. Sha'al yidei zeh, neergash mehem hatam harbeem uit. Zo kan je de smaak heel erg goed voelen, kan je het smaken. At sha'al yidei zeh, door op deze manier, heem ha'iker, het vruchtensap of de olie is daarmee de hoofdzaak. Ja, volgens de Mishne Brura hier, we zullen zo meteen zien, maar dat wordt algemeen aangenomen, is brood totdat je het water in het meel, het water in het deeg, vervangt met meer dan 50% van vruchtensap of olie, of wat dan ook. Nou, als je normale cake maakt, als je een chocoladekoek maakt, of wat dan ook, of een appelkoek, dan is dat heel normaal. Vaak zit er helemaal geen water in. Dat is geen probleem. Maar we zullen het straks nog over hebben. Als je dus mezeunisbrood maakt, dus brood wat gemaakt wordt met vruchtensap, om te vermijden dat je hamotzi moet zeggen, en het vermijden over het algemeen, is niet het hamoitsi zeggen, want niemand heeft een probleem om hamoitsi te zeggen. Het vermijden is vanwege twee redenen dat je niet je handen moet gaan wassen. We zullen het straks hebben over wat je in een vliegtuig moet doen. En B, dat je niet hoeft te benchen. Benchen duurt lang. En daarom, als mensen geen tijd hebben, willen ze daarom mezeunisbrood hebben. Volgens de Mishne Brura moet het zo zijn dat het grootste deel van het water vervangen is met vruchtensap of wat dan ook. Wanneer wij inderdaad in onze bakkerijen, wanneer er mezeunisbrood gemaakt wordt, dan is het dan wordt 60% van het water wordt uitgehaald en daarvoor wordt vruchtensap gebruikt. En op die manier doen we inderdaad wat de Mishne Brura hier zegt. Goed, dit is de tweede sheet op dit moment van Pas Habobekisnin, van cake. Het heet pas, we zullen zo meteen zien waarom. Maar het is cake en daarom zeg je mezeunis.
De derde sheet, zegt de Mechaber. Jezus bevoorschim, shehu pas been met toeweles, been shehu moet weles. Het maakt niet uit hoe je het deeg gemaakt hebt. Je maakt het een soort van crackers, maak je het. Heel droog en knapperig. We keuzen zien we Sam. En ja, je eet het geen eens. Je nascht het alleen maar. Ja, een beetje nibbeling, zeg je, to nibble in het Engels. Beheem ha nikroim, en dat heeft een bepaalde naam. En dat is cake. Dus laten we zeggen, normaal, wat wij noemen crackers. Ja, crackers, alhoewel vaak crackers gewoon alleen maar weer meel en water is. En er zit zeker geen vruchtensap in. Vaak ook helemaal geen eieren, niks. Maar omdat ze dun en knapperig zijn, daarom is dat niet een normaal brood. En daarom is het mezelf. En de Mechaber op het eind zegt, de Sjoegenoord zegt, we halogen kedivre gulom. De halogge is zoals al deze sheetes. Het zijn verschillende sheetes, maar de halogge is volgens al die sheetes. Lushelechol elu hadvorim, al deze zaken, neuslehem dinim, ze hebben de dien, sheomanu be pasa bobekistim, wat de dien is van pasa bobekistim. Dus al deze drie dingen heten pasa bobekistim en zijn niet normaal pas, niet normaal brood, maar hebben een dien zoals cake, zoals koek. Wat zijn die dinim van Pasa Bobekistin? De Mechaber in Sivov zegt het volgende. Pasa Bobekistin, dus we hebben net geleerd wat dat is, Pasa Bobekistin. Dat is iets of met een vulling, of met een deeg met een extra smaak erin, of crackers. Mevorig olof borim in een zenus. Je maakt borim in een zenus. Ule agrof, en als een broche agereune, de nabroche, mee een sholesh, ala michia. Zegt de Mechaber, wim ochal mimenu shir sheagherim likwoyo olof. Maar als je een hoop daarvan eet, en dat is een shir waarmee anderen een maaltijd zou eten, avul pishuhu loy soba, desondanks het feit dat hij niet verzadigd is, mimenu, mevorig geloof hamritzi, dan moet je hamritzi maken en birkas hamozen een bench. Dus de Mechaber zegt, dit is cake, een van de drie soorten waar we het net over hebben gehad. En de Mechaber zegt dat als je die drie soorten, is het mezeunis en anamichio. Maar als je een hoop eet, we zullen zo meteen zien wat een hoop eet, waarvan hij op dit moment zegt, als andere mensen zo een soede zou eten, dan moet je hamritzi zeggen. En dan moet je ook benchen. En natuurlijk ook je handen wassen voordat je aan moet zeggen. En daarna heeft hij nog over wat gebeurt er als je dacht dat je een beetje ging eten. En daarna is het zo lekker dat je een hoop eet op het eind. Dat je dan een geval hebt waarin je mezenis hebt gezegd in het begin. En je op het eind toch moet benchen omdat je zoveel hebt gegeten. De vraag is nu hoeveel moet je daarvan eten, of mag je daarvan eten, dat je nog mezenis kan zeggen, of hoeveel moet je daarvan eten, zodat je moet benchen. Dus de Mishmur zegt het volgende. In hele Indien, Iruweet Gumin, als je, op Shabbos mag je niet meer dan 2000 amal, ongeveer een kilometer buiten de stad lopen, dat is een dien van Tchum. Als je van één stad naar de andere wil lopen, voor een mits of wat dan ook, of van één dorp naar het ander, dan maak je wat heet een eruf tchumim. Dan leg je ergens onderweg leg je wat brood of mats of wat dan ook neer. Tegenwoordig wordt algemeen jam gebruikt, maar dat doet ze op dit moment niet toe. Leg je wat neer, dat maakt je een eruf tchumim en daardoor kan je nog een keer een extra kilometer lopen. In je eruf tchumim zegt de Mishnah Berurah, is het de sheer soede, wat heet een soede, want daar moet je een soede neerleggen. Hoe gimmel dat het beetsim, dat is een sheer van 3 of 4 gebeetsim, dat is de grootte van een ei. En al iedereen weet al, de vraag is of onze eieren zoals de vroegere eieren waren, zijn ze kleiner, zijn ze groter, maar dat is de sheer. Je zou kunnen zeggen, normaal wordt dat vertaald in 8 kezeesim, 8 keer een kezeis. En dat is op zich helemaal niet zoveel. Het kan zijn dat een boterham is waarschijnlijk zeker al 2 maal kezeis, misschien zelfs 3 maal. En volgens dat, als je 2 of 3, zeker 4
mijn zoon dus boterhammen zou eten, dan moet je volgende mishabura al benchen. En de mishabura zegt, die shir geldt ook hier. Dan zegt hij, wel kama achreunim, er zijn bepaalde achreunim waar de milde gon zeggen dat je alleen maar bencht als je een echte maaltijd had. Dus niet twee of die drie boterhammen, maar een echte maaltijd, wat jouw maaltijd is, of wat normaliter door mensen als een maaltijd beschouwd. Ja, volgens wat de Mishnah zegt dus, is het zo dat als je naar een receptie gaat of naar een kiddush gaat en twee of drie boreekasses eet en daarna twee of drie stukken cake, misschien nog iets anders ook, dat je dan moet benchen, volgens de Mishnah. Het probleem is natuurlijk dat wij dat normaliter niet doen. Ook volgens de Mishnah ook zou je inderdaad twee of drie al boterhammen eten die mezeunisbrood zijn, zou je ook moeten benchen. En over het algemeen is men daar ook niet makkelijk. Dan het beste zijn om nakidus meneer Moutsen te maken. Ja, dat is inderdaad het beste. Er zijn ook, ik ken veel mensen die als ze naar een kiddush gaan en besluiten dat ze daar redelijk lang blijven en daarom veel gaan eten, dat ze dan inderdaad hun handen wassen, maatsie maken en zo het probleem vermijden. Ik ben ook wel eens bij vergaderingen geweest waar mezeunisbrood werd aangewezen, zo als een lunch en zo, waar ook bepaalde mensen direct hun handen gingen wassen, want die wisten dat ze op het eind heus wel meer dan twee of drie gaan eten. En dat deed je. Maar de vraag is dus, als je dat niet kan of niet wil, zijn er hier bepaalde koeles? De Or HaShulchan zegt het volgende. Hij zegt dat de shir is niet de shir van Eruv Tchumim. Wat je moet eten, zegt hij, heeft te maken met de shir van galle. Dat wil zeggen hoeveel deeg je moet maken, zodat je galle van het deeg moet afnemen. En we gaan nu verder niet precies in, want in feite de man dat de Jidden in de woestijn kregen, dat was natuurlijk een volledige maaltijd. En dat was Kegatsi Eumer. We gaan verder niet precies hoe het werkt. Maar op het eind zegt hij, dat is de helft van een shir dat een deeg heeft voor gallen. Nou, een deeg voor gallen, wat de shir is, daar zijn ook weer verschillende shites in. Sommigen zeggen, als je 1200 gram hebt, dan moet je al galle nemen. Anderen zeggen pas als het 2250 gram is. Dus dat is over 2 kilo. En we hebben dus over de helft daarvan. Nou, als je het over de helft van ruim 2 kilo hebt, dan heb je het over een kilo. Dan moet je echt wel redelijk fanaat zijn om daarover te komen, over die shir, als je bij een receptie en een kiddush bent. Dus volgens de Or HaShulchan hebben we een heter inderdaad. Mag je wel zoveel eten. Maar hij zegt het volgende. Hij zegt, er waren veel mensen en poskim die tegen dit vele eten zijn zonder hamotzi te zeggen. En daarom zegt hij, of wie het kan, moet het niet doen en moet niet meer eten dan misschien wat de Mishaboer zegt. Dat wil zeggen 8 kezesim. Dat is dus niet zoveel. 8 maal wat een olijf is. Misschien onze, dus misschien een dubbele olijf, misschien zo'n 16 van onze olijven. Maar ben je in een situatie waar dat niet kan, dan kan men op de ogenzoeken vertrouwen en misschien zelfs dus wel een kilo van mijn zeunes eten zonder te wassen. Daarna is er maar, daar zijn wel bepaalde bewijzen voor, is de vraag het volgende. Zijn het speciaal de soorten
pas de soorten brood die de Mechaber zegt, die pasabobbekist die zijn, die mezeunes zijn? Of heeft het te maken met wat de derg is, wat normaal is om te eten als een maaltijd, of wat normaal is om terloops te eten? En dat is een, en dat maakt het verschil dan inderdaad uit bij weer mezeunes brood, of wat je in het Engels noemt bridge rolls, dus kleine, kleine kadetjes die bij recepties of bij kiddushin worden aangeboden en waar dan, weet ik wel, zalm of tuna of ei op zit. En die zijn zeker bedoeld om niet je maaltijd van te eten, maar gewoon om een snack te hebben om terloops te eten. Dus volgens die shites is het veel minder een probleem om dat soort dingen te eten dan om mezeunes brood te eten. Maar mezeunes brood blijft nuttig en is vaak de enige manier waarop je wat kan eten. En dan hebben we het speciaal ook over in een vliegtuig. In een vliegtuig waar de maaltijden zijn, op het ogenblik schijnen zijn er geen maaltijden, maar als we weer in vliegtuigen zitten en er weer maaltijden zijn, dan over het algemeen wordt daar dan een mezeunes brood bij gegeven. Mee eens. De poskim van de OU, ongeveer 10, 15 jaar geleden, vonden dat het niet juist was, dat je hamotzi moet zeggen. En daarom besloten de poskim van de OU toen dat in de maaltijden die zij, waar zij de hechsher op gaven, daar brood in en niet mezeunes brood. Als jij de enige jit bent in een vliegtuig, je moet je handen gaan wassen, dan gaat het wel. Maar natuurlijk als er 20 of 30 of 100 of een heel vliegtuig vol met jitten zijn en die willen allemaal hun handen gaan wassen voordat ze gaan eten, dat lukt natuurlijk nooit. En er waren veel protesten tegen. Op het eind heeft de OU zijn weer teruggedraaid en hebben inderdaad geven weer mezeunes brood. Het belangrijkste is, als je in een vliegtuig zit en je wil dat eten, wat je dan moet doen is, je mag het niet eten samen met de maaltijd. Want we hebben het net over de shir gehad, hoeveel je kan eten. Er zijn veel poskim die zeggen dat het is niet alleen het brood wat telt, maar ook wat je met het brood samen eet. Dus eet jij met het brood beleg op het brood, of je hebt vis op het brood, of je eet vis met het brood samen, of vlees met het brood samen, mezeunes brood, dan telt ook het vlees of het vis, of wat je met het brood eet, telt ook mee om bij die shir van Dalet Beetsim, Acht Kezeesim te komen. En dat is al heel snel. Dus wat men moet doen als je een maaltijd krijgt in het vliegtuig, is je moet de maaltijd apart eten, niet samen met het brood. Het brood eten voordat je de maaltijd eet en dan à la michio zeggen. Ja, want dat is normaal een vrij klein broodje. Of het na de maaltijd eten en dan zullen ze zeggen à la michio. Maar niet een beetje brood zoals wij op Shabbos normaal zijn te eten. Je eet wat brood en dan heb je wat vis, of misschien later heb je brood bij de soep. En terwijl je de soep eet, eet je wat brood of galle. Zo moet men niet mezeunes brood eten. Je moet het krijgen. Of mosterd na de maaltijd dus. Of mosterd na de maaltijd, of mosterd voor de maaltijd. Een van de twee. Maar niet met de maaltijd samen, inderdaad. Er is nog iets belangrijk te weten over mezeunes brood. En dat is het volgende. Zoals ik al zei, tegenwoordig wordt er normaal daar gemaakt met dus door het water, geen water in te doen, maar te delen water en te delen vruchtensap. Vruchtensap kan druivensap zijn, kan ook appelsap zijn. Vaak is het appelsap. Appelsap is goedkoper dan druivensap. Het probleem met appelsap is het volgende, dat de normale appelsap die je in een supermarkt of waar je ook koopt, die is wat heet reconstituted. Dat wil zeggen, ze hebben uit de appelsap gehaald. Daarna is het geconcentreerd tot een poeder. En dan, waar het ook aan gebeurt, het gaat dan naar de fabriek toe ergens anders. En daar wordt er weer water bij gedaan. En hier in Engeland zeker staat er op het pakje staat pure apple juice of pure orange juice. Dat betekent dat het niet verdund is. Het percentage van water in appel, dus geen extra water bij, maar het komt wel van, het is wel reconstituted. Dat wil zeggen, het was een poeder
of heel erg geconcentreerd en nu is er weer water bij. Het probleem volgens halacha is dat als je water bij appelsap doet, dat blijft water. En dat is geen appelsap. Dus als je appelsap concentreert en er daarna weer water bij doet, dan heb je 95% water en 5% appelsap. En als je dat appelsap in het deeg van je mezeunisbrood doet, dan heb je geen mezeunisbrood, maar dan heb je hamotzibrood. En er zijn bepaalde hechsherim die daar niet makkelijk zijn, die gewoon elk appelsap gebruiken. Ik weet niet precies waarom ze dat doen. Maar daarom is het belangrijk te weten dat zelfs als het mezeunisbrood, als mezeunisbrood wordt verkocht of wordt aangeboden, dat het inderdaad op zo'n manier gemaakt is. Het laatste nog om te zeggen, interessant iets te zeggen van als je rijst, dat je een mekel kan zijn, dat je niet hoeft te wassen. Dein Lichtenstein heeft me een keer verteld dat de Kleuzenboer een keer heeft gezegd dat als je rijst, dan eet je nooit een maaltijd. Alles wat je eet is terloops, want je eet geen maaltijd terwijl je rijst. En daarom is er geen probleem om zeunisbrood of wat dan ook te eten, hoeveel je ook eet, want het heet niet een kwiessoede. Oké, nou laten we het nu over pizza hebben. En volgens wat we net besproken hebben, zou pizza mezeunis moeten zijn. Het wordt gebakken, het deeg is normaliter normaal brooddeeg, maar het wordt gebakken met de kaas, met er verder in zit. Ja? En daarom volgens de tweede sheet, waarbij we het hebben over een deeg wat gaten heeft, wat zakjes heeft, wat je samen met iets anders bakt, en daardoor verandert de smaak. Daarom zou pizza in principe mezeunis moeten zijn, maar dat is niet zo. Waarom is dat niet zo? De Mechaber weer in Kuf Samaches, de laatste sif daar, dat is sif Yudzayin, zegt het volgende. Pastide. Pastide is, ja, ik weet, in Nederlands ga ik het niet als pastei vertalen, maar pastide is iets wat een deeg heeft en vlees of vis erin. En dat hanefen, dat wordt samen gebakken. Bebosser met vlees, bedagim met vis, begwine met kaas. Beworig olof hamutzi, ubirkas amozenum. Gammer zegt, als jij een deeg hebt en dat bak je samen met vlees, vis of kaas, dan moet je daarvoor op hamutzi zeggen en je moet ervoor benchen. Nou, volgens wat wij net geleerd hebben, zou dat niet zo moeten zijn, want het zou de tweede sheet van Passabobekist niet. De Mishnemoore zegt hierop, je zou kunnen zeggen dat er misschien de Mechaber het over heeft, dat je kebea soede was, dat je er een maaltijd van eet. Als je er een maaltijd van eet, ja, wat misschien normaal is van die pastide dat normaal was, als je er een maaltijd van eet, dan moet je inderdaad amritsi zeggen en benchen. Zegt de Mishnemoore, zegt nee, zegt heino afilu, bij de leu kova alai, zelfs als je er geen maaltijd van eet, zegt hij, bij leu domile pasabobekisnin, en het heeft geen dien, of het is niet hetzelfde als pasabobekisnin. De leu me wel gaat op hamritsi, waar je geen hamritsi zegt, bij de leu kova alaf suda alai, wanneer je niet een maaltijd van maakt. Waarom? De shiny hossem, hier anders, de een asuyim ele le kinuach suda le metzike. De pasabobekisnin, de cake, of wat dan ook, is gemaakt om het te hebben als een toetje of als een tussenintje. Maar als je één keer pastide, maar deze pastide waar wij het over hebben, waar we het over hebben hier, shimemule bebosser, wat gevuld is met vlees, derech le ochlam le rabon, je eet het wanneer je honger hebt, ukedele soja, om verzadigd van te zijn, behave kemush arpas, en het is daarom hetzelfde als brood. Dus de Mishamur zegt hier een giddush. En hij zegt dat de pshat is in de Mechaber. De Mishamur zegt dat als je de tweede sheet hebt, je hebt brood of een brooddeeg. Gewoon een deeg wat volledig een brooddeeg is. En je bakt het samen met vis of vlees.
En de bedoeling hiervan is dat je het als een maaltijd eet en niet als een tussendoortje of niet terloops. Dan is de broche hamritsi en je moet benchen. De Taz, een van de agonim en de Mishmur brengt ook daarna, de Taz zegt dat dat niet zo is. De Taz zegt dat er niet zo'n verschil is. En het maakt niks uit wat je in je cake doet. Ja, cake dus, ja, je hebt je deeg. En dat deeg vul je of met maanzaad, of met appels, of met vlees of vis. Maakt allemaal niks uit. De broche is mezenis. Maar de Mishabroer zegt dat dat niet zo is. Is het iets wat gemaakt wordt om er soede van te hebben, om een maaltijd van te hebben, dan moet je hamritsi zeggen. En volgens deze Mishabroer is pizza natuurlijk een probleem. Want pizza wordt gegeten als een maaltijd. Alhoewel mensen zeggen dat in Amerika het heel normaal is dat iemand die op werk of wat dan is dat hij om 3 of 4 even gewoon even een pizza gaat eten, dat dat gewoon een tussendoortje is. Maar voor mij bekend, zeker in Engeland en Europa, is dat niet zo. Als je pizza eet, dan eet je dat als een maaltijd. Dat is je lunch, je avondeten. En volgens de Mishabroer dan moet je dus inderdaad hamritsi zeggen en je moet benchen. Er wordt ook wel pizza gemaakt waar het deeg een mezenisdeeg is. Dat wil zeggen de eerste sheeten, waar dus het water vervangen is en er weer fruitsap en vruchtensap in zit. Als het zo'n pizza is, dan natuurlijk anders, want dan is het zeker niet. Dan moet je natuurlijk voor zorgen dat je niet te veel van eet. Maar normaliter onze pizzashops, we vragen mensen welke broche ze moeten zeggen. En over het algemeen zeggen wij gewoon, je moet haar een beetje zeggen. Er is één pizzashop die inderdaad een mezenis pizza maakt. En dan zeggen we dat als je niet te veel van eet, dan kan je mezenis zeggen. Maar zo niet, moet je haar een beetje zeggen. In Israël heb ik wel gezien dat er zijn grote borekas en kleine borekas. Hier in Engeland zie je alleen maar kleine borekas. Maar in Israël wordt ook wel bij gasten soms van een borekas gegeven die behoorlijk groot is. Ja, die 2/3 van het bord vult. En daar wordt dan ook gezegd, een grote borekas wordt beschouwd om een maaltijd te eten, een kleine niet. Maar of dat werkelijk zo zo is of niet, weet ik niet. Maar zo heb ik gezien dat de poskim het zegt. Het belangrijkste is natuurlijk het feit, Rouhani, likboa souda. Ja, likboa souda betekent dat het je maaltijd is. Als je 's avonds thuis komt, je eet je avondeten en je hebt 2 pizza's, dat is je avondeten. Of je gaat naar de pizzeria en je gaat daar eten, dat is avondeten. Dat is eten. Mocht je inderdaad, je hebt al soms van die mini-pizza's of zo, en om 11 uur 's ochtends heb je honger en je neemt 1 mini-pizza, dat zou inderdaad een snack zijn, een tussendoortje. En daar zou je dan niet over hoeven te hamritsi over te zeggen. Ja, we hebben het nu gehad, tot nu toe, over die 3 sheetes en hoe die 3 sheetes dat je daarvoor geen hamritsi hoeft te zeggen, maar mezenis. De 3 sheetes, zegt de mechaber, zijn alle 3 pasabobekisni. Maar nu is er een geval waar het precies omgekeerd gaat, en dat is het volgende. Algemeen bekend dat als je een toetje eet, nadat je in je maaltijd, een maaltijd waar je dus op Shabbos laat zeggen, ja, dus je hebt hamritsi gemaakt en daarom hoef je geen broches te maken of wat je ook eet tijdens de maaltijd. Maar op het toetje moet je wel een broche maken. Als je kompot hebt, dan maak je ho eets. En als je meloen hebt, dan maak je ho adomo. De vraag is nu, wat is er als je een cake of een taart hebt voor als een toetje? Dus laten we beginnen met een chocolade. Je hebt een chocoladetaart. Een chocoladetaart is pasabobekistin, want er is geen water verder in het deeg. Het deeg is gewoon gemaakt met ei
En wat er verder ook ingaat, er is waarschijnlijk helemaal geen water. Volgens een tweede site is het Mezeunis, daar is geen vraag op. Maar volgens de andere sites is het niet Passabobekistien. Volgens de eerste site wel, ja. Laat zeggen volgens de derde site dat een cracker moet zijn. Het is geen cracker. Ja? Als wij pas kunnen volgens de derde site dat Passabobekistien is alleen maar crackers, dan wordt de chocoladetaart als brood beschouwd. Ja? En het is belangrijk om nog een keer te zeggen, de Shulchanoruch en de Poskim noemen dit niet cake of iets. Ze noemen het niet crackers. Ze noemen het pas habo bekisnin. Het is brood wat een bepaalde voorwaarde heeft, waar wat mee gedaan is. En daarom is de broche veranderd van hamritsi naar mezeunis. Maar het is brood en het blijft brood. Daarom, als je chocoladetaart eet als een toetje, ja, hoewel het volgens de eerste sheet en misschien ook de mezeunis is, volgens de derde sheet, dat alleen maar dat crackers mezeunis is, ja, is het hamoitsi. En nu hebben we weer sofik broches lahokel. Wanneer er een sofik is, of je een broche moet zeggen of niet, of welke broche er meer is, dan is de koele. Dan in het geval van Hamritsi of Mezeunis, ala Michio en niet Bensje. Daarom hoef je op chocoladetaart, wat je als een toetje eet, hoef je geen Mezeunis te zeggen, want volgens de derde sheet is Hamritsi. En je hebt al Hamritsi gemaakt aan het begin van de maaltijd. Zou je laten zeggen een cracker of iets eten als, niet normalitair, maar laten zeggen iets wat dun is en knapperig, dan is het Mezeunis. Sheeten, maar niet volgens de eerste twee sheets. Dus nog een keer maak je geen mezeunis voor dat toetje. Maar wat is er als je een soort van appelstroedel zou eten? Ja, appelstroedel, normaal tegen appelstroedel is het deeg vrij dik, maar met dun deeg, wat knapperig is. En dat deeg is gemaakt met ei en andere dingen erin. Dus nu hebben we alle drie voorwaarden. Het is knapperig, de derde sheet. Het is een deeg waarin ook andere ingrediënten zitten. Dus het is niet een brooddeeg. En het is gevuld met appels. Dan volgens al de drie sheets is het mezeunis. Dan moet je inderdaad mezeunis zeggen op dat soort appeltaart of stroedel, hoe je het ook wil noemen, dat je als een toetje eet op het eind van de maaltijd. En Daan Kraus in Manchester, die heeft ook safe geschreven over Hilgers Broches, grote moemge, grote expert erop, zegt ook dat hij nooit een soort van appelstroedel wil eten op het eind van zijn maaltijd, want dan weet hij niet, moet hij wel een broche maken, niet een broche maken. Maar op deze manier, dus de drie sheets die normalitair werken, dat je op elk van de sheets zuinig kan zijn, daarop kan vertrouwen. Hier werkt het precies andersom. Als je alle drie samen hebt, dan moet je wel de zenuws maken aan het eind van de maand. Ja, wat gebeurt er als je twee zakjes Bisli eet? Of misschien, en ik heb al mensen gezien die meer dan twee zakjes konden verorberen. En moet je dan benchen of niet? Of moet je hamritsi maken voordat je dat doet of niet? Het antwoord is dat je maakt mezeunis en je kan er zoveel van eten als je wil. Want één van de voorwaarden waar we het de hele tijd over hebben, het moet brood zijn. Bisli is geen brood. Bisli is een snack. Brood moet zijn iets wat gebakken is en wat er op een bepaalde manier als brood uitziet. Zelfs cake of zelfs chocoladetaart is een gebakken iets en het heeft wat in de Gemara heet Turisse de Nahame. Het heeft op een bepaalde manier kenmerken van brood. Bisli heeft dat niet. En daarom kan je zoveel van eten als je wil. En daarom ook als je bisli, om een of andere reden, als je toetje eet, of er is een maaltijd die lange tijd doorgaat, en daarna worden nog allerlei dingen binnengebracht, en daarom bisli, moet je wel degelijk mezeunis maken over die bisli. Laten we het nu hebben over donuts, dus sukkaniot.
En de Mechaber in Sif Yud Gimel zegt het volgende. Ja, voordat we hem gaan zeggen, is het zo. Er zijn twee soorten deeg die je kan maken. Je kan een brooddeeg of een cake deeg maken. En dat is, en dat kan je niet, als je dat, dat giet niet. Dat is gewoon, dat is solid, dat is hard. Dat is, ja. Je kan ook een veel zachter deeg maken, wat wel giet, wat vloeibaar is. Bijvoorbeeld voor pannenkoek. Voor pannenkoeken maak je een deeg wat kan gieten, wat vloeibaar is. Voor dingen zoals brood, cake, normaal ter niet. Die dingen heten in halogen blila avo, een dik deeg. Dus een dik deeg is een brooddeeg of een cake deeg. En je hebt de lila rakka, een dun deeg, wat gebruikt wordt voor pannenkoeken. Dat soort. Zegt de mechaber, afilu dova shebli losse avo, als je een cake deeg maakt, of een brooddeeg, in bishlei otikno, maar als je daarna kookt of in een frying pan doen, hoe je dat in het Nederlands, ja, deep frying, ja, dan frituur, precies, ja. Ja, in de frituur gaat dan Eén mewogel of hamoitsi, je maakt geen hamoitsi. Zelfs als een gie of galle is, er is geen hamoitsi. Want op het moment voor hamoitsi, zegt een gabber, moet het zijn dat je het gebakken hebt. Als je het niet gebakken hebt, maar in de frituur of je kookt het, dan is er geen gie of om hamoitsi te zeggen. En de reden is weer hetzelfde. Dat heet niet pas, dat is geen brood. Maar hij zegt, wie is scholkiem? Er zijn tweede sheet. Dus als je met een brooddeeg, een cakedeeg begint, afilu richa hakach bij mij, zelfs als je daarna kookt, als dat sufganim zullen we sufganiot noemen, of donuts, als je zoiets maakt, dan ubishle bij mij, of je kookt het, uitikno beshemen, frituur in olie, bewoorgale hamritsi, dan maak je hamritsi. Zegt de Roman, we noagule hokkel. De Roman zegt, wij zijn mekel, wij houden eerste schieten. Dat wil zeggen, op het moment dat je een deeg niet bakt, maar in de frituur, je kookt het, dan is er geen hamoitsi. Maar de Mechaber op het eind zegt, we Yerushamayim, jeetzede schneem. Yerushamayim, iemand die Yerushamayim heeft, die makbid is, die moet wel voorzichtig zijn. En hij moet het alleen maar in een soede eten, terwijl hij in soede eet. Dus volgens de Roman, en dat is over het algemeen wat mensen doen, is er geen probleem. Je kan donuts eten, je maakt mezeunes, je maakt alamichio. Het heeft geen dien van pas. Als het geen dien van brood heeft, betekent dat je er ook 20 van kan eten en nog steeds alamichio zegt. En niet bench, want het heeft geen dien van brood. Het is ook zoet. Shamayim van de Mechaber, dat het wel misschien een dien van brood heeft, zegt hij, je moet het in je seoede eten. Je moet het tijdens de seoede eten. Het probleem is dat volgens de eerste sheeten is het mezeunis. Ja, het is geen pas, het is mezeunis. En het wordt ook nooit brood, want je hebt het gekookt of gefrituurd, wat dan ook, en daarom is het nooit brood. Volgens de tweede sheet is wel brood. Als jij dit eet tijdens je soede, dat wil zeggen, je eet brood en daarna eet je je donut, ja, dan heb je weer een probleem. Want volgens de sheet dat het brood is, dan hoef je geen brood te maken. Maar volgens het sheet dat het mezeunis is, moet je weer mezeunis maken. Dus de vraag is, waarom zegt de mechaber dat Yerushamayim moet het eten nadat hij brood heeft gegeten. Ja, als je het eet zonder brood en je maakt mezeunes, dan doe je volgens de eerste sheeten dat het mezeunes is. Als je het eet tijdens de maaltijd en je maakt geen mezeunes, doe je volgens de tweede sheeten dat het brood is. Maar de Yerushamayim die beide sheetes wil doen, die kan het nog steeds niet doen. En dat is in feite een vraag waar de Achronim niet veel mee kunnen doen. Er is een sheet van de Tas. De Tas zegt dat als je zoiets maakt als donuts, dan,
dan heeft het de dien van passabo bekisnin. Als het passabo bekisnin is, dan weten we, dan kan je het aan het eind van het soede eten zonder een broche te maken. Ik heb wel eens gehoord dat mensen machmir zijn of zo om donuts te maken, niet met een gewoon deeg wat water en meel is, maar er ook dus weer vruchtensap in te doen of ei in te doen. Op het moment dat je dat doet, dan is ook de Yeres Shamayim heeft geen probleem meer. Dan is het zeker mezeunis en dan een michje op het eind. Ik hoop dat we allemaal een beetje meer gossiet zijn geworden, in de zin van een gossiet die weet welke broches hij moet zeggen. En ik hoop dat alles en dat we alles met smaak zullen eten. Ik geloof dat er bij de oliebollen ook een beetje suiker in werd gedaan. Ja, kan wel zijn, weet ik niet. Ja. Goed. Dat is heel interessant. Kunnen nou weer rustig gaan eten? Ja, kan rustig, ja. Ja. Oké. Nee. Ik heb een beetje haast, want we. Nee, oké. Het programma in Beesteam, wat ik niet wist van tevoren. Ja. Oké, tot ziens. Dag, bedankt. Ja, dag.